U bent in het Maasziekenhuis omdat er in uw borst een afwijking geconstateerd is. Hiervoor bent u verwezen naar de mammapoli voor verder onderzoek. Omdat dat misschien spannend is, is het fijn als er iemand bij u is, uw partner bijvoorbeeld. Alle onderzoeken vinden zoveel mogelijk plaats op één ochtend. Binnen een dag krijgt u de diagnose. Bij sommige patiënten is op een later moment nog aanvullend onderzoek nodig. Dan volgt de diagnose enkele dagen later. Het is goed om te weten dat maar 1 op de 4 of 5 mensen die de mammapoli bezoeken borstkanker heeft. Borstkanker is over het algemeen een goed te behandelen aandoening. Ongeveer 85% van de mensen is hiervan te genezen. Op de mammapoli wordt u onderzocht door de mammacare-verpleegkundige. Zij stelt u een aantal vragen over uw klachten en onderzoekt uw borsten en oksels op eventuele voelbare afwijkingen. Het volgende onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Daar wordt een mammografie van uw borsten gemaakt. En een laborante maakt van beide borsten 2 röntgenfoto's. 1 van bovenaf en 1 van opzij. Om een duidelijke opname te kunnen maken, wordt uw borst stevig samengedrukt tussen 2 kunststofplaten. Dit kan gevoelig zijn. Het maken van een mammografie duurt ongeveer 15 minuten. Vaak volgt na de mammografie een echografie van de borst waar de afwijking is gevonden. Dit gebeurt wanneer de specialist meer wil weten over één bepaalde plek in de borst. De specialist kan zo bijvoorbeeld zien of het gaat om een kieste of vochtblaasje of een andersoortig knobbeltje. Ook dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Hiervoor wordt weefsel afgenomen. Met een naald worden cellen of een stukje weefsel uit de afwijking in de borst gehaald. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. De cellen of het weefsel worden direct naar de afdeling pathologie van het Radboud UMC gebracht, waar ze verwerkt worden om onder de microscoop te worden onderzocht. De uitslag van het onderzoek is aan het eind van de middag bekend. Hallo, met Peter Bult. Ik heb de uitslagen voor de mammacare van vandaag. Na de onderzoeken op de afdeling radiologie krijgt u een afsluitend gesprek met de mammacare-verpleegkundige en de arts. Als de uitslag van de onderzoeken goed is, kunt u aan het eind van de ochtend naar huis. Zijn er cellen of weefsel afgenomen, dan spreken ze met u af op welk moment u terugkomt voor de uitslag. Meestal is dat dezelfde dag nog, aan het eind van de middag. Aan het eind van de dag zijn de uitslagen van alle onderzoeken bekend. De specialisten en verpleegkundigen bespreken samen de resultaten. In dit overleg stellen zij de diagnose en het voorlopige behandelplan vast. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat het om een kwaadaardige afwijking gaat, kan dat voor u zeer ingrijpend zijn. De artsen en verpleegkundigen van het Maasziekenhuis begrijpen wat het met u kan doen als u slecht nieuws te horen krijgt. Zij proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden u in het maken van de juiste keuzes. Samen met u nemen ze de onderzoeken door en doen ze een voorstel voor een mogelijke behandeling. Maasziekenhuis Pantijn en het Radboud UMC werken nauw samen. Alle onderzoeken en uitslagen worden wekelijks gezamenlijk besproken door de borstkankerspecialisten van beide ziekenhuizen. Daarna volgt een definitief behandelplan. Borstkanker kan op verschillende manieren behandeld worden. De specialist stelt samen met u het beste behandelplan op. Dit gebeurt in 1 of meerdere vervolggesprekken. Hierbij adviseren wij u over de beste behandelopties. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met uw wensen. Maasziekenhuis Pantijn en het Radboud UMC werken nauw samen om u de beste zorg te bieden. Dicht bij huis.